Yo mensen, weer een keer Kudaaf. Vandaag gaan we verder met Kudaaf Survival deel 32. En vandaag gaat jou, ja, jij daar kijkertje, gaat iets heel gek zien. Want ik zei dus vorige aflevering, dat is waar ik op deze online, deze komt zaterdag online als het goed is. De andere is dus op donderdag online gekomen, dus het is 2 dagjes geleden. Daar zei ik op het einde dat ik een beetje ging werken aan mijn gebiedje hier. En ik was heel vol, mijn moeder was ik begonnen zo van het legit gaan graven. En toen zat ik 2 blokjes gaan graven, toen ging ik kijken van wat moest ik allemaal graven. En toen kwam ik achter dat veel te veel werk zou zijn. En toen heb ik geregistreerd in 2D game mode. En nu heb ik dit. En ik zit nog steeds in game mode, zie ik trouwens nu pas. Oh man, even zie je dat ik ben. Dit heb ik dus gedaan. En het is best wel groot, zoals je kan zien. Zo. Game slash game mode game pod, nee 0, zo, so, your game mode has been updated. We get updated game mode. Dan moeten we eten, godsamme. Maar zoals je ziet is het is een stukje groter en kaler geworden. En ik heb dus wat palen hier neergezet. Die zijn trouwens gecheat of niet? Ja, die zijn gecheat. Nou, jolo, ik heb hier dus wat palen neergezet en die palen zijn dus de richtlijn voor mijn muur. Hier aan deze komt ook nog ergens een paal, maar ik weet niet meer precies waar. Moet ik zo meteen even kijken. Ik ga in ieder geval deze aflevering één zo'n blokje maken. Dan ga ik denk ik de alle andere er buiten maken. Ik maak denk ik wel eventjes zo. Hop. Oké, ik ga het gewoon laten zien. Save and quit to title. Ik ga het jullie gewoon laten zien wat ik ga doen. Rondkutte PV. Voor mij heb ik hem daar gemaakt. Dus jullie zagen er onder Piedis Forever staan of niet? YOLO. Dit is het idee van de muur. Aan deze kant is het nog niet eens af. Hier. Ook geen zin om het af te maken. Maar we gaan hier de in- en uitgang laten zien. Kijk, dit is mooi. Prachtig. Zo. Zo gaat de muur eruit zien. En met de shader pack ziet het er zo mooi uit dit, hè. Oh, niet deze. Die is veel te zwaar. Kijk dan. Oh. Dit is niet zo mooi, hè. Dan wil je wel de hot shaders hebben, of niet? Ja, kijk. Kijk, dit is toch prachtig. Dit is prachtig. Dit is echt een prachtig shot. Waarom bewegen de planten niet? Ik heb het toch gehoord te bewegen, of niet? Ik zet hem op Zeus, want die is iets lichter. Oh, niet die. Ja, Zeus. Die is iets lichter. Dat is chiller als iets lichter is. En shaders zijn toch wel mooi. Ja, maar ik moest er even een paar dingen kijken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoog. Ja, en oké, nou weet ik dus genoeg. Weet ik genoeg. 6 hoog. Dat is wat wij moeten weten. Dit is 6 hoog. Option shaders. Weet je wat, ik hou ze gewoon aan. Een beetje laggy. Dus we moeten hier nog 1, 2, 3 bij. En dan moeten we dus vanaf. Die, nope, niet die. Heb ik een X? Ik heb niet eens een X bij me. GG Jeroen. GG. Vanaf die moeten we dus aan de overkant werken. Ik heb een X nodig. En echt even de shaders uit, weet je. Die kan mijn computer nu niet tegen. En ik had hier dus 3 onderwerpjes naast mij waar ik over praat. En dat ik jullie toch 3 afleveringen opnemen. Dus het komt mooi uit. 3 onderwerpjes, 3 afleveringen. En kan ik in 3 afleveringen 3 onderwerpjes pakken. Hey, komt dan mooi uit. Ik heb niet eens hier eentje liggen, man. Is dat voor onzin? Nou, als eerste wil ik het hebben over, wat zat er bovenaan? Rijles. Want ik doe dus nu al rijles. What the fuck, denk je dan? Ja. Ja, dat is ook best wel what the fuck. Dat dacht ik ook. Rijles, nu al ja. Nu al ja. Want ik ben, hoeveel wordt dit geüpload? 28ste. Dit wordt 28ste geüpload. Dus dan ben ik precies 16,5. Dus dat is best wel grappig. Ik loop veel te ver heen. Hé, hey, dat moet ik niet doen. Dus dat vond ik op zich vond ik dat best wel grappig dat ik dan precies 16,5 ben. Want ja, dan mag je beginnen met praktijklessen. En ja, dat vind ik gewoon grappig. Dat precies, hè. Als deze video wordt geüpload, als ik het over heb, dan vind ik op zich is dat best wel grappig, ja. Goed, ik begin nu trouwens met de hout outline en dan kom ik later wel weer verder ermee. Zo moet ik het overal gaan bouwen. Dit dingetje, heel simpel. Open to lawn, allow cheats on. Ja jongens, ik doe het. Slash toggle down fall. Zo,
Prachtig dit. Dus ja, dat was leuk. Rijles heb ik laatst gehad. Laatst dinsdag had ik het. Dinsdag had ik het. Dus was wel leuk. En het is best wel grappig daar, want die leraar die vertelt allemaal onnodige dingen. Of onnodig. Kijk, dit is trouwens zo in de lucht. Dan moet ik nog een keertje fixen. Maar dat doe ik niet nu. Een andere keer. Want dan wordt het een mooi maakdag. Maar die had dus verteld dat als je. Ik bedoel, je moet je autogordel om hebben. Dat is een toets gedaan. En zat dus in. Dat is een vraag. Als je achteruit rijdt, moet je dan je autogordel om? Ja, natuurlijk moet je die om. Ik bedoel, dat lijkt mij logisch. En dan vertelde hij erover. Ja, dus in het wetboek zijn 13 pagina's. 13 volle pagina's, hè? Over uitzonderingen wanneer je gordel niet omhoeft. Echt. Wat? Dan denk je van wat? 13 pagina's van je gordel niet om. Ik heb nog gel in mijn handen zit voor mijn haren doen. Dus dit is niet mooi. En dan plakt mijn toetsenbord zo meteen helemaal. Dus moest ik hem even fixen. Even kijken. 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Zo is dit bijvoorbeeld de regel. Als je als buurman met het kind van je buren rijdt. Ja. Als buurman. Dan hoef je geen. En je hebt geen kindersitje, want het moet zo'n klein kind zijn, weet je, die in een kindersitje moet. Maar je hebt geen kindersitje, dan mag je hem op de achterbank gooien zonder gordel. Wat? Als je geen kindersitje hebt, ja, dan mag je zonder gordel in de auto, jongen. Want wat? Dat staat toch nergens op? Maar als je eigen kind is, dan moet het wel. Dan moet je er eentje aanschaffen als je die niet hebt. Dus daar zit dan ook weer nog een beetje normale dingen tussen. Zo, en perfect. Kijk, nou hebben we hier dus gelijk al een hoop. Ik ga de hoekjes even openlaten, want ik weet niet precies hoe die moeten. Dan moet ik helemaal gaan kijken hoe en wat en waar, wanneer en waarom. Deze week trouwens wel, de binnenkant. De binnenkant die weet ik dan weer net wel, hé. Dat vind ik dan wel weer knap van mezelf. Doe je zo. En hier hoort trouwens nog een paal te staan. Hier zo. Dit hoort nog een paal te zijn. Ja, dit hoort nog een paal te zijn. Zo, zo, oh. Zo, zo, en dan doe je hem. Zo had ik dit gedacht. Ja, kijk, dit wordt mijn heel kunstzinnige muur. Voor mijn stadje, voor mijn fort. En dan ga ik me daarna aanmelden voor Biofrost. En dan is van, oh mijn god, die enige muur. Is de muur het enige mooie wat je ooit hebt gebouwd? Nou, dan, ja, jammer dan. Die komt er niet bij, dan ga ik huilen. En dan wordt het alsnog toegelaten, want dan zeg ik, ik hou van walvissen. Dat helpt. Als je ooit bij Biofrost wil, zeg dat je van walvissen houdt. Dan vindt Jurgen je cool. Dan laat hij je vast wel toe. Succes niet gegarandeerd. Zeg niet dat je het van mij hebt. Dankjewel. Dankjewel. Dus dit gaat hem worden, heb ik het gevoel. Ik wil aan deze muur denk ik maximaal 2 à 3 afleveringen besteden. Dus dan gaan we deze muur zo doen. En als ik hem dan niet af heb, dan doen we het allemaal offscreen wel. Dat ga ik wel. Tussendoor ook stapjes of screen. Bijvoorbeeld nu dit hout ga ik inrichten in deze aflevering. Maar als ik dat niet af heb aan het eind van de aflevering. Wat is dus nu nog 10 minuutjes is. Wat dus even niet gaat werken. Dan komt die offscreen. En dan kom ik de volgende aflevering terug met dat het helemaal klaar is. Snap je? Dat gaat wat chiller. Want anders ben ik 10 afleveringen bezig met dit. En dat moet ik natuurlijk niet hebben. Ook had ik als een impuls. Gewoon zo'n boom. Een idee uit het niets. En dat idee, dat was. Ik drop dat hele scherm wat ik eerst had opgenoemd. En ik ga eens goed leren bouwen hier in Minecraft. Nee, en ik zet 3 series, ja, 4 series in de week aan. Dat is Pokémon Hardcore, want die had ik al helemaal klaar voor iedere maandag. Dus die kan je iedere maandag gewoon dit verwachten, want die is al helemaal geüpload. Alles geëdit, geüpload, done. Maar ik doe de rest van de week alleen maar Bioshock, South Park en Minecraft. En dat is op 2 manieren heel chill voor mij. Eén, dan krijg ik die series af. Dan kan ik naar de volgende serie. Want het zijn hele leuke spellen, echt daar niet van. Maar als je. Dus. Hoe noem je het? Hoe moet ik het uitleggen? Het is niet chill om een game een jaar lang te spelen. Terwijl als je hem vaker zou uploaden. Het is niet leuk om een game een jaar lang te spelen met 1 keer per week uploaden. Het is veel chiller om hem. Veel meer in de week te uploaden en hem sneller uit te hebben. Dat is leuker, want dan kan je naar de volgende door. Dat bedoelde ik dus te zeggen. Hier mist een paal. Dat is ook niet goed, hè?
Dat is niet goed. Er moet 1, 2, 3 tussen. Zo. Die zit dan wel goed 6 tussen, hè? 3, 4, 5, 6. Trouwens, mijn muurtje komt niet uit. Dat is echt heel kut. Want hier. Hier zo. Loopt hij dus met een bocht daar naartoe. En het design past dus precies als het een rechthoek is. Of een vierkant. Weet je, met alle. Weet je, zodat het symmetrisch is. Maar nu loopt hier dus een hoek in. Want ik dacht van hé, dan snijden we dit stuk af. Dat ziet er vet uit, weet je. Dan heb je een hoek waar je nog dingen kunt verwachten. Alleen daardoor, kijk. Telkens zit hier tussen zit 6 blokjes ruimte. Ja? Alleen door dit zit hier geen 6 blokjes ruimte tussen. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat? Dit klopt niet. Zit hier een paal neer. Dan moeten er 6 tussen zitten. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo hier. Wow. Too spooky for me. Ja, dan komt hij hier wel uit. Waar komt hij dan niet uit? Er was een punt waardoor hij niet. Het was iets waardoor hij ergens niet meer goed uitkwam. Is het dit dan? Is hier dan iets verneukt? Tik, tik. Zou hier moeten komen. En dan hier tik, tik. Zou die daar moeten komen? Ik heb in ieder geval ergens iets fout gedaan in mijn muur. Maar we komen vanzelf wel achter waar het al fout is gegaan. Waarschijnlijk op deze rand of op die rand. Dat ergens geen 6 tussen zitten. Nee, wacht. Het komt door dit hoekje. Dat was het. Kijk. Dit hier, kijk, hier loopt hij nog gelijk met die kant. Alleen door dit punt hier loopt hij niet meer gelijk. Daardoor komt deze net iets te ver hier te staan. Kijk, dat was hem. Dat was hem waardoor hij niet meer goed loopt. Ja, dus dan weten we nu al waar het probleem vandaan komt. Dan moeten we alleen nog eventjes oplossen. En dan hebben we het boel gefixt. Dus dat wordt mooi. Dat wordt zeker weten mooi. Pam, 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 pam. Dat en kut, mijn hout is op. Mijn hout is op. Helemaal op. Maar ja, dat komt dus nog best wel een stuk dichter kleiner. Omdat het lijkt veel groter dan het gaat worden door die muur. Want die muur, er komt hier nog een randje langs. En hier komt nog een randje langs, zoals je al hebt gezien. Die komt zo stairs langs. Waardoor dit dus nog een klein stukje wordt ingekort. Dus vandaag, het is niet zo lang, het lijkt alleen zo lang. Nou, wat wil ik niet, wat hoef ik niet te hebben? Saplings, planten. Dit hoef ik allemaal niet te hebben. Hout, 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 hout. Pickaxe hoef ik niet. Zo. Slash time set day. Zo. Hoppakee. Chill. We gaan zo meteen wel dood van het hele tijd eraf en van het hele tijd eraf springen, dat weet ik zeker. Want, kijk of we weinig leven nog hebben. Is niet echt wat je noemt chill. En we hadden 10 levens, dus moeten we eigenlijk niet gaan verneuken. Ja, of moeten we opnieuw kwarts gaan hakken en dan hebben we het zo weer terug. En maar misschien komen dan weer gasts, weet je, dat is niet zo chill. Zo, zo, zo. Trouwens, het design van de muur, voordat mensen het gaan afvragen, dat heb ik helemaal zelf bedacht. Serieus, echt helemaal zelf bedacht. Nergens van afgeleid of zo. Dus daar ben ik heel trots op dat muurtje. En ik wou er ook meer gaan doen. Ik wou dus bijvoorbeeld mijn toren, die kant op is, heel ver die kant op. Die wou ik dus in Creative. Ik ga mij gaan kopiëren. Moet ik even kijken hoe dat moet met World Edit is het volgens mij dat je daarvoor moet gebruiken. Moet ik heel even mee kijken hoe dat werkt dan. Want dan kan ik hem kopiëren naar een andere wereld. En dan kan ik hem daar helemaal afbouwen. Zonder dat enige probleempjes tussen komen. En dat lijkt me heel chill. Om meerdere redenen, of course. Zo, zo, zo. Ik moet concentreren en bouwen tegelijkertijd. Wat? Concentreren en bouwen? Ik moet concentreren op het bouwen en praten tegelijkertijd. Dat bedoelde ik. Oké, ik kan proberen in dat water te springen. Of ik kan dit doen. Ja, het werkt. Nice. Dat is wel nice dat het is gelukt. Zo. En zo, ho, 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 dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Zo, ja, chill. Dat is niet chill. Oh man, ik faal soms zo hard, hè. Toch chill dat ik die command blocks erin heb. Ik ga denk ik nog die ondergrondse base, gaan we later aan beginnen. Heb ik wel al chill al het bla heel veel bladen voor lopen hakken. Maar dan gaan we een andere keer aan beginnen. Want dan gebruik ik gewoon het hout wat hier aan over is. En dat gaan we dan daar als beginnetje ervoor gebruiken. Dat lijkt mij een stuk chiller werken.
Zo. Pam, 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 zo. Zo. Dan hebben we uiteindelijk hier het mooie dorpje. En hier gaan we gewoon echt een paar mooie gebouwen maken die better useful zijn, zoals een smid. Hier wil ik een smid in bouwen, ja. Ik wil hier een smid, een mooi huis, een bakker, ja. En dan wil ik gewoon een beetje hier een soort van dorpje maken, weet je. Het moet allemaal een soort van dorpjes worden. En dan wordt het allemaal een soort van hoofdgebouw. En dan moet ik alles nog leren inrichten. Dus moet ik ook nog even kijken voor inrichting. Maar dat komt allemaal wel goed, want ik moet nog superveel hiervoor opnemen. Want ja, ik heb dus besloten van die afleveringen. Trouwens, abonneer even allemaal op Daartje33. Daartje, Jordi. Ik zeg het volgende aflevering wel nog een keer. Omdat ik weet dat heel veel mensen op later in de video niet meer kijken. Maar hij edit voor mij nou heel veel. Want mijn computer is niet heel goed, zoals jullie weten. En dat is het onderwerp wat ik in de volgende aflevering ga doen. Mijn gaming setup. Dus volgende aflevering praat ik over mijn gaming setup. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Maar wat het daar dus mee is hij is gewoon heel slecht. Oké. Chill. Die kan weg. Zo. Zo. Maar hij edit dus superveel voor mij nu. Want ik had snel gevraagd. Hey, mijn computer die is gewoon kut. Hij heeft het al eerder gedaan trouwens. Met mijn examens heeft hij voor mij geëdit. Omdat ik het niet af kon krijgen. Maar nu werkt mijn computer dus niet. Ik kan het denk ik wel afkrijgen. Maar hij wil niet meewerken. Dus gedeelte van mijn video's doe ik zelf. En een gedeelte dat ik aan hem gevraagd heb, hij wil doen. En hij zei, oh ja, leuk. Doe ik wel. Dus het is van yes. Een persoonlijke editor of zo. Of weet ik hoe ik moet noemen. Dus ik vond het heel chill dat hij dat voor mij wil doen. Ben ik hem ook heel dankbaar voor. Dus ik wil dat jullie allemaal op gaan abonneren als soort van bedankje. Die creeper daar mag ik niet. Want hij gaat een heleboel verneuken. Ik voel het. Dat doen creepers namelijk altijd. Zo. We gaan die creeper even aanvallen. Nee, niet hieronder. Niet hieronder, niet hieronder, niet hieronder. Kom mee, het water in jij. Zo, kom eens. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Niet opploffen, niet opploffen, godverdomme. Echt, sta je net naast het water en dan. Maar dan ook echt net dan. Moet je weer ontploffen, hè? Oh man. Ik heb mijn baked potatoes niet eens opgepakt. Ja, dat is niet mooi, hè? Dit moet ik ook nog een keer fixen. Ik weet niet wanneer ik dat ga doen. Komt vanzelf wel. No problems. Even kijken, waar had ik het nou weer over? Dan ben ik mijn verhaal weer kwijt. Dammit. Ik had het over YouTube en gaming setup en zo, hè? Ja, dat was het. Dat was het vast wel. Zo. Nou, wat is daarmee? Je moet even Jordi helpen, maar abonneren, want hij edit voor mij en mijn computer doet het niet. Dus ik heb hem gevraagd om Kodaf Survival, South Park en Bioshock te editen. Dus dan heb ik zelf nog Pokémon, maar die is al klaar. Die heeft hij trouwens ook heel veel. Dat heb ik geëdit. Maar toen heb ik compleet het bestand naar hem gestuurd. Heeft hij gerenderd. Want mijn computer liep het vast ook al renderen. Dus heeft hij ook al geholpen. En dan ga ik voor Kodaaf dus wel zelf alles editen en renderen. En de Ultra Hardcore ga ik zelf editen en renderen. Want die is als het goed is gisteren online gekomen. Dus het komt hartstikke chill uit. Oh, ik heb de hik. Ik heb in één keer de hik. Heel random een hik. Een random hik. Hik, hik, pik, snik, lik, lik, tik, tik. What the fuck, Jeroen? Nee, ik heb geen idee. Dit ziet er wel strak uit, zo, ja. Goed, we zijn ongeveer hier 20 minuten mee bezig geweest. Dit is een kut leven, hé. Yo, bedankt voor het kijken. Ik zie jou de volgende keer weer. En dan is dit klaar. En dan gaan we aan het volgende stukje beginnen. Bedankt voor het kijken. Later.